geleden als kan. Ik moest aandoen wat vuil mocht worden. En ik deed, want dit draag ik toch niet wat ik ben in de dagblad. Er is al veel gedaan, hè, kijk. De muren. Nu gaat het er gemakkelijk af. Wat is het? Als het er gemakkelijk af gaat. Ja, moet er niet helemaal af, hè? Je ziet echt dat geel er zo door zo nu. Wat de eerste kleur was, de geel. Zoals dat daar was geel. Dat stukje is nooit gedaan. Het is wel een ander broekje, ja. Dus, Het is cool. Wat zijn we allemaal aan het doen? Dat is de vraag. Eigenlijk een beetje tussen klimmen en de eerste. Niet vallen, hè. Het is wel goed eigenlijk allemaal, hè. Ja, maar het gaat niet op de manier. Ik weet toch niet wat de juiste manier dus zo maakt. Nee. En die dus ik had dingen ook meer geverfd toen. Ja. Dat is topcontact. Dus dan ga ik even groen blijven. Het is dus groen, voor mensen die altijd afgevraagd hebben welke kleur het is groen. Maar ik denk, was er echt donkerder groen. En dat zit ook nog geel achter. Dat was de normale kleur hier, geel. Dit hele muur was hier door. Zoals daar aan het raam. Dat was de originele kleur eigenlijk hier. Totdat mijn broer een idee kreeg om het in een kleur te doen. Dat had ik beter ooit zo gedaan. Dus deze kleur is lichtgroen. Maar ja, ik heb toen de verkeerde verf die hij gevraagd had. Maar ik heb altijd gedacht dat het zo donkerblauw was. Maar het is Het was misschien ondertussen aangezet. Nog 33 minuten. Ik ben benieuwd. Dit hebben we, dat dingen nodig, dat mesje voor dat zo. Maar dat heb ik niet. Ik hoop dat het snel trotsjes om te doen. Ik hoop dat snel thuis ik kan dat doen, hè. Wat dan? Dat ding. De camera schijnt dat echt heel mooi. Dat ziet er echt zo heel. Ik ben niet
Het was een zeer leuke dag. Ik heb er echt van genoten. Het was echt genieten. Het resultaat mag er ook zijn. Dus, je ziet, het is echt zeer goed gelukt. Aan deze kant trouwens ook. Er zijn zeer vier dingen die je kunt zien. Om kwestie. Ja, Til heeft hier geen licht. Namelijk, ik heb geen licht, dus daarom. Maar ik ga eventjes voor jullie. Als je eventjes de zaklamp erop zet. Kijk. Kijk hoe mooi en hoe licht dat is. Dat is het geworden. Mooi, hè? Het is nog niet volledig klaar trouwens. Het is niet helemaal klaar. Maar het gaat zeker en vast heel mooi zijn. Het is nu al heel goed. Dus vond je het een leuke video? Zeg een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En binnenkort weet je wat ik allemaal aan het doen ben.